Wat krijg je als je een skateboard en een kajak met elkaar kruist? Een skajak natuurlijk. De Nijmeegse kanovaarder Maarten Holdrinet heeft deze skajak zelf ontworpen en gebouwd. Ongeveer 2 jaar geleden merkte ik dat het heel lastig is om kinderen eigenlijk naar het water toe te krijgen. Omdat er zoveel aanbod is van allerlei sporten. En toen dacht ik van ja, ik moet eigenlijk iets hebben waardoor kinderen ook op het schoolplein of tijdens een gymles of zo gewoon kennis kunnen maken met de kanosport. En toen heb ik eens rondgekeken en er waren al wel wat ideetjes van skateboardkajaks. Maar die waren eigenlijk allemaal niet zo heel goed. Ze rolden wel, maar ze voeren niet echt, zeg maar. Dus toen heb ik zelf even nagedacht en een combinatie gemaakt van een skateboard en een waveboard. En dat bleek eigenlijk hartstikke goed te werken. Zijn kinderen en hun vrienden skajakken al vanaf het begin? Ik vind het superleuk, vooral omdat mijn vader het ook zelf heeft gemaakt. En dan heb ik ook altijd tijd om het zelf ook te oefenen. En het is ook vooral een leuk idee omdat mijn vader de enige is op de hele wereld die ze heeft. Dat ik dan ook wereldkampioen erin ben. Dus dat vind ik ook een beetje het leuke eraan. En de motivatie ook om het te blijven, om wereldkampioen te blijven. Ik kom best wel vaak bij hun spelen. En ik vind het ook superleuk, het kajak. Daarom heb ik het ook vaker gedaan. In het begin was het alleen maar een houten plank op wieltjes. Dus toen was het nog niet super interessant om te doen. Maar we zijn toen wel naar andere skateparks geweest. En toen zagen we daar wel dat het gewoon dat andere kinderen het ook leuk vonden om te zien hoe wij bezig waren. Toen dacht mijn vader ook van dit is leuk. Dus toen heeft hij het verder ontwikkeld. En uiteindelijk zijn we dus tot dit product gekomen. Maar het is nog niet helemaal af, het moet nog verder. In het begin was het heel moeilijk. Want je moet ook het eerst onder de knie hebben. En de techniek is ook heel moeilijk. Maar uiteindelijk lukt het wel. Ja, sinds dat mijn vader ermee begonnen is met het maken, ben ik het ook gaan doen. En ik ben het blijven doen. En het is gewoon superleuk en in de zomer is het ook leuk om naar skateparken te gaan, want dan is het lekker warm en er zijn er ook veel andere mensen, dus dat is leuk. Of skajakken een raasje kan worden? We zijn dus toen naar het Piekerpleintje geweest en daar waren heel veel mensen voor het kinderdagverblijf en daar zijn we dus gaan skajakken. En heel veel mensen wouden erop en vonden het superleuk en zo. Ik denk dat het een raasje kan worden, want als ik nu gewoon naar drukke plekken kom hiermee, dan willen andere kinderen het ook heel graag uitproberen. Ja, dus andere kinderen vinden het ook heel erg leuk.